ik werk normaal gesproken voor een programma De Rekenkamer. Dus ik ben toch altijd wel geïnteresseerd in wat dingen kosten. En nu hebben we deze mevrouw naar het ziekenhuis gebracht. Is dat nou een duur ritje? We hebben haar inderdaad vervoerd. Als je iemand niet vervoert, dan worden er geen kosten in rekening gebracht. Oh, terwijl je wel er even goed met heel veel spoed heen bent gereden. Ja, dat is gratis, correct. Een soort service van de zaak. Of ja, een soort ingecalculeerd risico. Oké. Okay. Maar zodra je inderdaad wel iemand gaat vervoeren, dan komt de verzekering om de hoek kijken. En wat kost dat dan? Dat kost... Een paar honderd euro? Ja, ik denk zo'n 600-700 euro. Ja, en dat afstand raar, maar daar wel. Zijn we niet zo van... Nee, je maakt gewoon de beslissing van wat is het beste. En je houdt helemaal geen rekening met kosten, bij niks. Nou, soms, dan denken wij wel eens, zeg maar, dat iemand iets heeft aan zijn arm. Hè, van nou, luister, wij kunnen je brengen naar het ziekenhuis. Hè? Maar je kan ook even vragen of je buurman jou misschien kan brengen. Ja. Hè, want anders, dan komen er kosten, hè? Je eigen risico. Ja. Oesh. Ja. Oh, ja, dus sommige mensen, dan zeggen we wel, hè? Dat kan. Of je kan misschien met de bus. Hè? Je hebt zijn niks ze niet aan je voeten. Altijd blij mee, hè? Nee. Maar als we dan over geld gaan praten, dan willen ze nog wel eens... Oh ja, kan ook met de bus. Ja, als mensen zich realiseren dat het ten koste gaat van hun eigen risico, van hun ziektekostenverzekering, dan denken ze, wacht even, dat kost mij serieus geld.